zal hem even afdoen. Dat is wel makkelijk, hè? Dames en heren thuis, Dordtenaren, kinderen en ik hoop ook ouders en ook natuurlijk de leraren op school. Ik hoop dat jullie dit filmpje nu op school zitten bekijken, want wij staan hier in het fantastische Sportboulevard in Dordrecht. En normaal gesproken komen jullie uit die deur met 2000 kinderen, hup in het oranje, want we hebben dit weekend het WK Shorttrack. Helaas wordt dat dit jaar natuurlijk vanwege de coronamaatregelen een digitale versie. Maar we hebben daarom dit filmpje voor jullie gemaakt met allemaal leuke items. En aan het eind van het filmpje is nog een link te vinden waardoor je alle wedstrijden dit weekend kan bekijken. Maar we nemen jullie eerst nu even mee die kant op. Hoe leuk! De KNSB heeft een 50-tal beweegfilmpjes gemaakt. Met deze filmpjes word je nog een betere schaatser of shorttrekker. Wij gaan met z'n drieën zo meteen 3 filmpjes voordoen die je thuis kan nadoen of in het klaslokaal of waar je ook bent. Hieronder zie je de link en doe vooral even mee. Daar gaan we! Om eerst te kunnen starten moeten we natuurlijk een beetje warm worden. Dus doe gewoon lekker even gek. Hop, net zoals Tim en Puk of net als ik. Zo, en als je denkt ik ben warm genoeg, dan gaan we beginnen. Oefening 1 is de squat. De squat is heel erg belangrijk om de start te doen bij de shorttrack of bij het schaatsen. Je gaat staan en als je gaat zakken mogen je knieën niet voorbij je tenen. Dus dan gaan we naar achter, zorg dat je een rechte rug houdt. Denk je ik vind het te moeilijk? Je kan altijd een stoel gebruiken of net als Tim niet te ver. En denk je poeh, dat is veel te makkelijk voor mij. Dan doe je net als Puk, heel erg diep, hou een rechte rug en dat is het. Doe dit sowieso 10 keer achter elkaar en denk je dat is easy, doe het dan 2 keer 10 keer achter elkaar. Heel veel plezier. Oefening nummer 2. En oefening nummer 2 is eigenlijk voor je bovenbenen. Want als je net met de start bent begonnen, dan ga je natuurlijk gelijk met shorttrack de linker bocht om. En ja, deze oefening gebruiken de shorttrackers ook altijd om een beetje warm te worden voor de wedstrijden. En hij gaat als volgt. Je staat op je linkerbeen, evenwicht te houden. En je gaat pats op je rechter bovenbeen blijf je leunen. En dan ga je naar je linkerbeen. En dan probeer je ook weer je evenwicht te bouwen. Vind je dat nou een beetje lastig? Doe je het zoals Puk? Inderdaad, op een rustige manier. Of zoals Patricia, op een iets moeilijkere manier. En dan blijf je ook 2-3 seconden hangen. Nou, probeer dit ongeveer 10 keer te doen. Even rust en nog een keer 10 keer. Ik wens jullie allemaal veel succes. Oefening 3. Voor deze oefening heb je een muur nodig. Kom met ons mee. Het is tijd voor de walsit. Deze is goed voor de rechte stukken op de baan. Dat is goed voor je bovenbenen en je uithoudingsvermogen. Patricia doet het voor de makkelijke versie een keertje voor. Patricia staat met de rug tegen de muur, met de benen op heupbreedte en haar billen zijn net boven haar knieën, dus net niet op 90 graden. Waardoor je deze oefening lang vol kan houden. Tim doet hem voor de gevorderde. Ook Tim zet zijn rug tegen de muur. Zijn benen staan weer op heupbreedte. En wat je ziet is dat zijn billen precies even hoog als zijn knieën staan. Als je dit een minuutje volhoudt, dan kan jij supergoed schaatsen. Want dan kunnen je bovenbenen dat helemaal aan. Welkom in de Optisport Sportboulevard Dordrecht. De locatie waar het WK Shorttrack 2021 wordt gehouden. De afgelopen jaren hebben er meerdere shorttrack evenementen plaatsgevonden op deze prachtige accommodatie. En met succes. Waaronder Suzanne Schulting en Shinky Knecht behaalden hier de Europese titel. We hopen dit jaar uiteraard weer op Nederlandse goede resultaten in de Sportboulevard. Nou, we zijn op dit moment in kleedkamer 9. Kleedkamer 9 is de kleedkamer waar het Nederlandse team zich voorbereidt op de wedstrijden tijdens het WK Shorttrack in de Sportboulevard. Suzanne Schulting, wereldkampioen, Europees kampioen, maar ook Shinky Knecht en uiteraard bondscoach Jeroen Otter. Ja, hier zullen een deel van de meetings worden gedaan, maar ook de massages. Eigenlijk alles wat een wedstrijdvoorbereiding moet hebben, wordt hier gedaan. Ik doe dit nu 15 jaar en wij doen shorttrekken doen we het 8e jaar. Ik beschouw het altijd als een rondreizend circus. Ze komen hier naartoe, na een week zijn ze weer weg, gaan ze naar de volgende locatie toe. En wij moeten zorgen dat we in 1 week echt alles top voor elkaar hebben. Dat de temperatuur, de klimaat in de hal goed is, goed genoeg voor de sport is. Dat het niet te warm is, niet te koud is. Maar speciaal voor het shorttrek, dan komt alles en iedereen hier naartoe. Dan willen we echt zorgen dat alles top voor elkaar is. Wat hier staat is een Zamboni. Dat is de merknaam. Dat is een dweilmachine. De dweilmachine heeft eigenlijk 1 principe. Dat is het oude sneeuw van het ijs afhalen als het gebruikt is en een nieuw laagje erop leggen. Pakt het sneeuw op, gooit het met een hoop kracht, gooit het naar voren. Dan gaat het sneeuw via de verticale
alle wijzel omhoog, de bak in. En daar wordt het allemaal verzameld en daar kunnen we het na afloop ook in weggooien. Het sneeuw dumpen we daarin. Door 4 filters gaat het heen. Daar wordt het echt, alle vuil wordt eruit gehaald. En dat wordt er allemaal uitgefilterd en dan hergebruiken wij het water om het volgende blokje te dweilen. Dus wij gooien niks weg, het wordt allemaal herbruikt. Speciaal voor het short track maken we de baan kouder. Dan zitten we tussen de min 10, min 12. Maar omdat hun de bochten eruit rijden, rijden ze spoortjes erin. Die spoortjes worden steeds dieper. En vandaar ook dat je jongens ziet schaatsen die met een gieter die spoortjes dichtgooien. En daarom moet je heel veel kou in de vloer hebben. Dat als je de gieter erop gooit, het water, dat het water ook gelijk vriest. Zodat de volgende schaatsers die erop komen, op een redelijk baantje kunnen schaatsen. En in die week is het echt aanpoten. Als we dan echt een topvloer hebben neergelegd met z'n allen, want ik doe het niet alleen. We zijn met een heel team, staat nog achter mij. Het is een leuke onderbreking. Het is hartstikke leuk om te doen. We hopen ook dat ze eindelijk eens een keer een goed record gaan rijden. Dat we echt in de boeken komen te staan. We hopen erop. Wij doen er in ieder geval alles aan. We bevinden ons op de hardrijbaan, op de bovenbaan in de Optisport Sportboulevard. Dat is een 275 meter baan en daar wordt lange baan geschaatst. Wij wijken af van de reguliere ijsbanen omdat de normale banen 400 meter zijn. Dus wij hebben iets scherpere bochten. We staan nu op de baan waar geen ijs ligt. Dat is een voordeel voor het toernooi wat eraan zit te komen. Aangezien de sporters hier kunnen warmlopen. Optisport Sportboulevard Dordrecht is een multifunctioneel complex met de meeste sporten onder één dak. We hebben 3 zwembaden. We hebben een doelgroepenbad, een wedstrijdbad en een recreatiebad. We hebben een turnhal, een sporthal, een fitness en een horeca. En uiteraard doen we voor bedrijven ook vergaderingen in 2 vergaderzalen. We zijn hier in de Sportboulevard en we staan hier in de gymzaal. En we hebben een hele mooie gymopstelling gemaakt samen met 2 collega's. We gaan eventjes 2 oefeningen met jullie voordoen. Nou, je ziet het, is een short track rondje. En met short track gaan ze altijd tegen de klok in. Nou, doe het even voor. En voor de gymleraar. Loop eerst een paar rondjes met de kinderen. Zijn ze lekker warm? Dan kunnen we beginnen met vraag nummer 1. Ja, hoe groot is een short track rondje? Is dat A, 50 meter, 100 meter, 111 meter 11 of 400 meter? Ready? Go! Oh, Puk, je mag nooit terug, hè? Altijd tegen de klok in. Altijd met het short track rondje. Het short track rondje gaat zo. Dus als je denkt, ik ben hier en ik wil toch terug, moet je weer een heel rondje verder gaan. En Puk die staat op 100 meter. En Patricia denkt dat het antwoord 111 meter is. Het juiste antwoord is 111 meter. Yes, en oefening 2 is eigenlijk een estafette. Precies dezelfde opstelling, alleen zonder de matjes voor de veiligheid. Anders glij je natuurlijk over uit. Wat heb je hiervoor nodig? Een bidon of een hesje of in ieder geval een attribuut om het door te geven. Je kan dit met z'n tweeën spelen thuis of in de gymles. En eigenlijk gewoon een rondje lopen. Of misschien doe je het wel in je eentje op tijd. Dat kan natuurlijk ook. Maar wij staan hier in de gymzaal en we gaan het doen met z'n tweeën. Patricia heeft het bidonnetje in de hand. Rent zo snel mogelijk richting Puk. Die krijgt het bidon overgepakt en die maakt het rondje helemaal af. Weer tot aan het begin. 3, 2, 1, actie! Kijk, heel goed. En zo zijn ze precies op het eind. Wat ik zeg, je kan dit ook thuis doen, je kan het in de gymles doen of met elkaar of misschien wel op tijd. Het leukste is natuurlijk om het met meerdere teams te doen, dat iedereen één rondje doet, bijvoorbeeld in rijtjes van 4. Nou, de leraar zal vast wel begrijpen wat ik bedoel. Het is eigenlijk super simpel. Ik wens jullie heel veel succes met deze oefeningen. Thank you.
Dan een volgend speciaal punt. Jij hebt een unieke kans om aan een shorttrekker die achter mij de komende dagen aan het rijden is, jouw vraag te stellen. Zit je nu in de klas, dan kan je die vragen stellen via je leraar, die zal hem dan naar mij toesturen. Of zit je nou op de bank met de familie, gebruik dan dit onderstaande hashtag of mailadres en stel jouw vraag aan een shorttrekker. Ik zal proberen om maandag zoveel mogelijk vragen aan die twee shorttrekkers te stellen, zodat ze met een videoboodschap richting jullie de Dordtenaar weer komen. Succes! Het is zo tijd voor de quiz, maar voordat we daaraan beginnen is het belangrijk om de spelregels even door te nemen. De vragen komen zo één voor één in beeld en gelijk na de vraag komt ook het antwoord. Het zijn altijd meer keuzevragen, altijd antwoord A of B, dus je kan gaan staan en zitten of met je linker en je rechterhand aanwijzen welk antwoord goed is. Zo kan je meedoen op de bank, maar ook in de klas. Welkom bij de quiz. Vraag 1. Is het bij shorttrack verplicht om een helm te dragen? Antwoord A, ja. Of antwoord B, nee. Het antwoord is antwoord A. Shorttrackers vallen heel vaak, dus voor de veiligheid is het verplicht om een helm te dragen. De volgende vraag. Welke kant rijden de shorttrackers op? A, met de klok mee. Of B, tegen de klok in. Het is natuurlijk antwoord B, tegen de klok in. Dat doen ze al jaren zo. De volgende vraag. Wat is de lengte van een shorttrackbaan? Is dat A, 111,11 meter of B, 400 meter? Het is antwoord A, 111,11 meter. En als jullie hier nou eens op de schaatsbaan zijn, reken het dan gelijk even uit. De volgende vraag. Wie is een shorttrackster? Antwoord A, Susanne Schulting. Of antwoord B, Jutta Leerdam. Het antwoord is Susanne Schulting. Deze topper heeft hier op de baan hierachter al heel veel wedstrijden gewonnen. De volgende vraag. Wie is een shorttrekker? A, Shinky Knecht. Of B, Sven Kramer. Dat is natuurlijk Shinky Knecht. Hij heeft hier echt zoveel gewonnen al in Dordrecht. Niet normaal. Waarom hebben shorttrekkers op de baan handschoenen aan? Is dat A, vanwege de kou? Of juist B, om een beetje evenwicht te houden in de bochten? Het antwoord is B. De shorttrekkers gaan laag langs het ijs en kunnen zich daarom aan het ijs vasthouden. De volgende vraag. Is het pak van een shorttrekker dikker of dunner dan van iemand van de lange baan? Antwoord A, dikker. Antwoord B, dunner. Het antwoord is dikker. Dit komt omdat ze vaker vallen en hierdoor scheurt het allemaal niet zo snel. De volgende vraag. Een shorttrack schaats is niet helemaal kaarsrecht. Buigt hij meer naar rechts van het midden? Antwoord A. Of meer naar links? Antwoord B. Antwoord B. Een klein beetje naar links. Dat is natuurlijk logisch, want ze gaan altijd tegen de klok in. En dan is naar links. Shorttrackers hebben individuele en teamwedstrijden. Hoeveel shorttrackers zitten er in een team? Is dat A, met z'n tweeën? Of B, met z'n vieren? Antwoord B, met z'n vieren. Dat noemen we een relay. De laatste vraag. Hoe los je iemand af bij de estafette van de shorttrack? Doe je dit? A, met een high five? Of B, met een duw op de kont? Het is antwoord B, de duw op de kont. Dit was de quiz. Bedankt voor het meedoen. Dordtenaren, bedankt voor het kijken. Wij vonden het top om dit filmpje voor jullie te maken. We hopen dat jullie net zo genoten hebben als ons. Maar waarvan kan je nog meer van genieten? Heel het weekend kan je op NOS allerlei shorttrack wedstrijden kijken. Dus vergeet vooral niet te kijken en vergeet ons niet te taggen in jullie beweegfilmpjes. Kids, dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Vergeet niet naar de wedstrijden te kijken en we kunnen niet wachten op jullie filmpjes. Stuur ze naar ons toe. Bedankt!